veel macht bij te weinig politici. Is de vrijheid of is het schijn die je vies bedriegt? Jij kijkt maar ziet het niet, wij zijn dus niet geliefd. We worden zelfs ondermijnd door ons eigen politieteam. Een zeitgeist liet me zien, je kan de overheid niet echt geloven. Dat werd ook bevestigd door Edward Snowden. Het is over en daarom trek ik mijn bek nu open. Zie mensen als hersendoden door de detectors lopen. En steeds meer camera's, dat is hoe het echt gaat. Veiligheidsdiensten tegen burgers en de rechtsstaat. Waarom heet het rechtsstaat? Als het zo scheef is als een hoer en er eigenlijk niks recht staat. Daarom zeg ik denk na, want het volk wordt gesepareerd. Het is tijd dat de EU wordt gerepareerd. En fuck kunnen stemmen eens in de zoveel jaar. Mensen moeten gewoon elke dag kunnen stemmen. What? We leven in een wazige tijd. Ik vraag me af, nou wie staat er voor mij? Wie geeft hem ons leven? We worden door de staat vergenaaid. En daarom stem ik op piratenpartij. Wie houdt me nog tegen? We leven in een wazige tijd. Ik vraag me af, nou wie staat er voor mij? Wie geeft hem ons leven? We worden door de staat vergenaaid. En daarom stem ik op piratenpartij. Waarom zetten we vrijheid voor de bieden op het spel? Verliezen we het internet, verliezen we onszelf. En Aron Swart zat te sopen gestopt. Maar dat ging in de doofpot, plus een slotende mop. Kun je nagaan, hij heeft niet eens een kogel gelost. Toch hingen de grote gevolgen boven zijn kop. Maar in de ogen van het volk is dit gewoon een complot. Theorie, want ze houden graag een hoofd in hun kont. Of? Ze komen chromosomen tekort. Het maakt niet uit wat ze zeggen, ze geloven het toch. Een Occupy heeft ons wereldwijd ontketend. Dat werd gevolgd door een strijd, maar toch blijven we ontwetend. Je bent gehypnotiseerd, hebt er niets van geleerd. Dat 1% elke ziek profiteert. Geloof niet alles wat de wereld me vertelt. Nou, ik weet wel beter, want ik informeer mezelf. We leven in een wazige tijd. Ik vraag me af, nou wie staat er voor mij?